Het Milka Superior Mountainbike Team is de mountainbikeploeg van Bart Brentjens. De oud-Olympisch kampioen is de aangewezen persoon om zijn renners en rensters te trainen en te begeleiden naar het Olympisch vuur van Londen. Ja, we zijn toen we het team begonnen eigenlijk hebben we ook als doelstelling gesteld van we willen aan de Olympische Spelen meedoen. We hebben gezegd twee rijders uit het team proberen we aan de start te hebben in Londen. Zoals het er nu uitziet gaat het ons lukken. We zijn met twee of drie en dan praat ik over Annie Last, de Engelse dame, Chris Jongewaard uit Australië en Marek Konwa uit Polen. Annie is min of meer gekwalificeerd, Marek ook en Chris zal de beste van Australië moeten zijn. En hij is een beetje slecht begonnen aan het seizoen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij binnen nu en twee maanden zich ook nog kan plaatsen voor de Spelen. En hij is gewoon gedreven en heeft ervaring en als het even mee zit, dan haalt hij dat. Het mountainbiken heeft verschillende disciplines, maar de cross-country is de enige Olympische discipline. Dat is het neusje van de zalm, zeg maar. Daar gaat het eigenlijk om. Je wil als rijder zijnde of rijdster wil je naar de Olympische Spelen toe. En wil je daar op het hoogste niveau meedoen, dan zul je de cross-country, dus de wereldbekerwedstrijden moeten rijden. En, dat is eigenlijk ons hoofddoel binnen het team. Buiten de Olympische discipline doet de Milka Superior ploeg in veel meer categorieën mee. Voorcross en dan Eliminator Race. Maar daarnaast hebben we in die disciplines ook nog verschillende categorieën, zoals de Espoirs dus onder de 23, de dames en de heren. En natuurlijk de marathons. Marathon doen we ook verschillende, zoals de Cape Epic, dat is een meerdaagse mountainbike event in Zuid-Afrika, de Alpentour Trophy. Maar we rijden ook bijvoorbeeld een bike festival zoals in Wielingen in het Sauerland of Riva del Garde. En ook voor de UCI worden steeds belangrijke marathons te rijden voor rijders. En de grote marathons die pikken we vaak mee, ook omdat het voor de rijders interessant is om aanwezig te zijn. De UCI heeft een nieuwe discipline in het leven geroepen, de Cross Country Eliminator. De Eliminator Race is eigenlijk ook zowel voor de dames als voor de heren. Je start ook met vier in een baan, je kan het vergelijken met voorcross. Alleen is het een parcours, een heel kort cross country parcours, ook bergop, ook bergaf. Start, finish eigenlijk naast elkaar op hetzelfde niveau, maar je moet eerst ergens een stukje bergop of kleine stukjes bergop. Ook met vier in een baan, twee gaan erdoor en uiteindelijk één winnaar. En dat is heel spectaculair, heel kort, heel snel achter elkaar. En zowel de dames en de heren wisselen elkaar af in de manches. En om het te kijken als publiek zijn is gewoon een heel leuke bezigheid.